Bart, goedemorgen. Wat is het geweest? Ja. Vandaag mag ik iets willen doen met courgetten en ja. Worteltjes. Oké, zo wat. Mag je kijken? Van worteltjes, ja. Hier staan er al verschillende kleurtjes. Ja, dat is ferm, hè. En misschien een wat Parijs of zoiets, als je dat hebt? Parijs, ja. Ik heb die ook staan. Dat zijn wat grotere. Die kleintjes voor op z'n geel is wel tof in de marinade. Zo. Hoeveel soorten worteltjes hebben we staan? Even kijken, hè. Ik ga ze eigenlijk niet getalen. Dus hier de Parijs, dus die ronde bolletjes. Dan hebben we hier een witte wortel. De witte, de gewone oranje, de gele, de paarse. En deze is zo een crème kleurige. Zo. Dus eigenlijk zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wat is ferm, al die verschillende kleuren, maar het is vooral met visueel. Hè? Dan courgetten. Ja. Wat had je nodig van courgetten? Ik had graag vooral kleine courgetten, schat. Die grote zo. Ja. Met de bloem nog aan? Of... Dat mag een beetje van alles zijn. Het is de bedoeling van ze in twee te snijden en te grillen. Ja. En ze dan te marineren. We hebben gele courgetten staan. Ronde groene. Dan heb ik zo een... Zo'n witte in de vorm van een peren. Zo. Ah, ja, dat is ferm. En dan hiernaast heb ik voor courgetten nog iets ferm eigenlijk. Hier? Ja, dat zijn kruilde courgetten. Dat zijn eigenlijk muskaatcourgetten. Ah ja. Maar die kleintjes, die jongen ervan, zijn vrij schoon. Dus deze zouden we een keer kunnen gebruiken voor de botertel en af te werken. En dan deze overlangs in twee en dan te grillen. Misschien nog een klein beetje dikker hier voor het grillen of zo. Ik heb er hier, het is lekker of een trompet. Dat is de max, hè? Ja, super. Hier zijn er nog wel wat kosten. Dat is eigenlijk beter. Dat is vroeg genoeg oogst. Ook hoe meer dat je oogst, hoe meer courgette dat je hebt. Je stimuleert echt die plant om te werken als je er veel uit in hebt. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk nog maar van voor een week dat ze goed beginnen dragen zijn. Even, ja. Ik wist dat ik ervan aan beginnen, Bart. Ik denk dat ik een beetje van alles heb. Ja. We gaan een potje koken. Ik heb daarnet van de Bart een heerlijk assortimentje courgettes en wortelen gekregen. Ik heb die al wat gereinigd. Zoals je kunt zien, de worteltjes heb ik vooral gespoeld en met een tandenborsteltje het overtollige zand afgehaald. Maar we gaan die niet schrepen. Dat zijn jonge worteltjes, dat heeft geen dikke pel. We gaan dat gewoon op zijn geheel gebruiken. We gaan starten met de frisse salade van quinoa. Dus daarvoor gaan we eerst een charlotje, fijne stukjes nemen en ook een teentje look. We gaan de shallot zo fijn mogelijk versnipperen. Tintje look. Altijd kijken in het tintje look of dat er soms een hart in zit. Want dat hart is bitter van smaak. En dat ook fijn versnijden. Dus we gaan dat aanzetten in een klein beetje olijfolie. Kleine tip misschien. Ik heb hier look gesneden. Een klein beetje citroensap erop. Op mijn plank. Hup. En dat gaat niet meer ruiken naar look. Dus we gaan dat zachtjes glazig maken. Dat hoeft niet te kleuren. Als dat glazig is, die shallotjes en die look, gaan we daar 200 gram rauwe quinoa bij doen. Quinoa is afkomstig uit het Andesgebergte, ook wel de rijst van de Inca's genoemd. We gaan dat kort mee aanstoven. Het is de bedoeling dat die olijfolie daar een kleine film rond zit. Dan kunnen die quinoa-korreltjes gelijkmatiger zwellen. We gaan daar 10 gram gevogelte bouillon bij doen, of gevogelte pasta, en 400 gram water. We gaan dat aan de kook brengen en we gaan 20 minuutjes timen. Achter 20 minuutjes moet dat ongeveer beet gaar zijn, maar we gaan dat wel nog een keer checken. Hè. Ondertussen gaan we kijken voor de worteltjes daarbij. In de tuin kunnen we een enorme diversiteit aan kleuren hebben, aan vormen, aan groottes. We kunnen ze echt mini gaan houden. Je kunt daar een pureetje van maken, je kunt dat rauw serveren, je kunt dat glaceren, je kunt dat koken, je kunt dat combineren met een erwtje. Dat is een enorm veelzijdig product. We gaan regelmatig eens roeren in de quinoa, zodanig dat die onderaan niet aan de bodem plakt. Dus we gaan die worteltjes gelijkmatig versnijden, zodanig dat ze dezelfde gaartijd nodig hebben. En we gaan die dan heel kort door de olijfolie halen, dat ze toch nog een beetje knapperig zijn. Zoals je kan zien, heel mooi is de diversiteit van kleuren. De kleine, ronde Parijse worteltjes gaan we op zijn geheel laten. De iets grotere gaan we gewoon overlangs in twee snijden. Dus we gaan die worteltjes, we gaan die rauw aanzetten in olijfolie, kruiden met peper en een beetje grof zout. Het is altijd super lekker, vind ik persoonlijk, om groenten rauw te verwerken, rauw aan te zetten, omdat we dan een optimaal behoud krijgen van de smaak. Als we die rauw gaan aanbakken ook, hè, dan gaat die kleur veel meer geaccentueerd worden dan dat we die zouden koken. Anders gaat eigenlijk het kleur in uw water gaan en gaan die veel flauwer worden van kleur. We gaan die kruiden met een beetje peper, een beetje zout. En dat gaat goed zijn. Dat moet niet veel hebben. Dat mag nog schoon beetgaar zijn. Dat is prima in orde zijn. Ik heb hier een manzanilla-olijf, dat is een Spaanse olijf. We gaan dat schoon van de pit halen. Dat is dan voor in grove stukken onder die salade quinoa te doen. Persoonlijk vind ik dat de beste groene olijf de manzanilla-olijf. Het zijn hele grote olijven, heel zacht van smaak, toch sappig. Dat staat klaar voor straks. Nu die worteltjes. We gaan die voorlopig debrasseren, ook aan de kant zetten, om dan onder onze salade te mengen. Terwijl de quinoa rustig staat te garen, gaan we ondertussen al het gehakt bereiden. We gaan daaronder dus, ik heb hier ongeveer een 750 gram gehakt. We gaan daar een eentje look onder doen, een beetje sjalot. We gaan daar 2 eitjes in doen. Het gehakt dat ik gebruik is 50-50, varkensgehakt, kalfsgehakt. Omdat ik vind ook, als je puur varkensgehakt gebruikt, dat moet ook niet te vettig zijn, vind ik. 50 gram chapelure onder doen. Een lepeltje mosterd. En voor een touch gaan we daar een klein beetje gemalen komijn onder doen. Komijn is eigenlijk een typische specerij dat ze heel veel gebruiken in Marokko en dergelijke, dus in Noord-Afrika. Ik vind dat dat een heerlijke parfum geeft. De quinoa zal moeten klaar zijn. We gaan even checken. Zoals je kunt zien, dat water is nog niet volledig geabsorbeerd. Ga ik even proeven. Het mag nog een klein beetje hebben. Dus ondertussen gaan we dus verder met het gehakt. Een beetje peper van de mol, een beetje grof zout. We gaan dat gehakt goed mengen. Voor delicate dingen zoals gehakt te mengen of zo gebruik ik nogal graag een handschoentje. Dat is proper werken, hè. De quinoa is ondertussen bijna gaar, maar we gaan beginnen met de gehaktballetjes te rollen. Niet te groot, niet te klein. Gewoon rond. Hopla. En we gaan die pocheren, hè. Dat is nostalgie, hè. Balkjesrollen. En dat moet allemaal niet zo perfect rond zijn, hè. Dat mag al een beetje vertuistikt, dat is gewoon niet, hè. Nu, we gaan die balkjes pocheren. niet koken. Het verschil met koken en pocheren is eigenlijk garen tegen het kookpunt. Dus uw water mag niet te hard gaan. Dat is niet goed voor uw product. Eigenlijk in het algemeen vind ik persoonlijk koken, dat moet rustig gebeuren, dat moet rust uitstralen. Ook een pan en ergens, dat mag allemaal niet te agressief zijn. Langzaam garen, langzaam koken, langzaam bakken en braden geeft altijd het mooiste resultaat. Als we die nu eerst pocheren, gaan die al een klein beetje er zetten, er vorm aannemen en gaan die straks gemakkelijker kunnen lakken. Dan gaan die niet uiteenvallen. Ondertussen is onze quinoa klaar. We gaan die even verfrissen. De Bart gaat nog wat munt brengen. Ik heb dat nodig voor in de salade van quinoa. Ja, merci Bart. We gaan daar een lepeltje fijn versneden shallotjes in doen. De worteltjes, dat mag ik confit hebben. De olijfjes. En we gaan een beetje munt fijn versnijden. Dus dat is Hemingway-munt. Dat is dus de echte munt dat ze gebruiken voor de mojito's. Grof versnijden. Nu gaan we dat erover doen. Een scheutje olijfolie. Chardonnay-azijn of een andere witte wijnazijn. We gaan dat laten marineren op het gemak. Bart heeft gezorgd voor ons voor een beetje verse quinoa uit de tuin. Een beetje hertsmunt. Een paar takjes fijnbladige basilicum. En een beetje Oost-Indische kers voor de pit. Dit is eigenlijk verse quinoa. Quinoa dat is eigenlijk een graansoort. Eigenlijk is het de rest van de Inca's dat groeit in het Andesgebergte. We pakken dat rosken. We ritsen het eraf en dan dit halen we dan een keer gewoon door de boter. Zo vers kun je dat wel gemakkelijk telen in België. We gaan vandaag ook bij die salade van quinoa hertsmunt gebruiken. We kunnen gewoon een munt gebruiken, je kunt dat perfect vervangen daardoor. Maar dat is een keer een andere munt. Hè. Dus we gaan die wat van afsnijden. En dat is een munt, die is heel sterk. Precies als manzanilla zo. Dus wat we kunnen doen, dat is die kleine blaadjes ervan gebruiken, ja, dat is wel heel fijn. Maar dat aroma, dat is echt een smaakexplosie in de mond. Hè. Ondertussen zijn die balletjes gaar. Je kan dat zien, die balletjes komen bovendrijven. Dat wil zeggen dat ze gaar zijn. Dus we gaan die eruit halen. We hebben hier een heel schoon assortimentje courgetten gekregen van Bart. We gaan die grillen, heel kort grillen. En dan gaan we die marineren in een geparfumeerde olijfolie, met een beetje citroen erbij, met een beetje kruiden en al. Dus we gaan beginnen met de olijfolie te parfumeren. Dus dat is een kruidenolie dat we gaan maken. Een kruidentuiltje, een beetje oregano dat erin zit, een beetje salie, citroen verfijnen, citroenbonenkruid en een beetje rozemarijn. Een klein beetje tijm ook, eigenlijk een beetje Zuiderse aroma's. We gaan dat erin leggen. We gaan nu een kruidentuiltje maken. Vandaag gaat de chef iets doen met courgetten. Dus wat ideaal erbij is nu bijvoorbeeld wel de rozemarijn. De rozemarijnstengel bij doen. Een beetje salie, ook niet te veel. Ook wel sterk van smaak. Dan gaan we een keer de oregano gebruiken. Nu voor het moment staat hij in bloei. Dat is ook echt, dat is echt lekker en dat ruikt ook fris. Dan gaan we nog een paar citroenen toetsen. Hier, dat is bonenkruid. Dat ruikt naar citroen. Dat is citroenbonenkruid. Ook wel echt heel aromatisch. Ik zal er nooit bij doen van citroen. En dan ga ik gaan naar de verfijnen. Dit is allemaal verfijnen. Dat is echt een plant. Dat riekt echt zalig. Dat is, van alle kruiden is dat toch wel een van mijn favoriete kruiden. Dat is eigenlijk wel gekend als Een kruid voor thee dat gedroogd is. Maar gedroogde verfijnen en verse verfijnen, dat is precies dat twee andere, dat is dag en nacht verschil. We gaan nu dat kruidentuiltje al bijeenbinden. Dat is hem, ons kruidentuiltje. Een paar zestes van citroen gaan we er ook in doen. Dat mag gerust de zestes zijn van een Hansen-citroen. 2 teentjes look. Dan we gaan platduwen. De zijkant van een mes. Hé. Hup. Hup. We gaan het erin leggen. Het is eigenlijk de bedoeling dat die parfum van al die aromaten in die olijfolie komt. We gaan dat op een zacht vuurtje zetten. Nu ondertussen hebben we de courgetten. Ik vind dat een fantastisch product. Dus ze smaken eigenlijk vrijwel hetzelfde. Maar er is een enorme variatie in grootte en in kleuren. We gaan er dus terug eerst een paar uithalen dat we aan de kant gaan houden voor straks. Voor met de Japanse tafel af te werken in lamelletjes. Dat gaat een heel kleurrijk resultaat geven. En de rest gaan we versnijden en grillen met een klein beetje olijfolie. Dus we gaan hier eerst in die ovenschotel een klein filmpje olijfolie doen. Dat is voor die courgetjes te grillen. Hè. We gaan eerst een filmpje geven. En we gaan dat dan... En we gaan dan de gegrilde courgettejes daarin leggen. Citroensap in doen. De courgetten die zijn klaar, die zijn even aan het marineren nog. We gaan nu beginnen met het dresseren. Hè. Eerst de quinoa salade. Voor de kleur een paar lamelletjes rauwe wortel met de Japanse tafelsneden. Dan een klein beetje olijfolie op doen. Een beetje grof zout. Een klein beetje in marineren. We gaan die verschillende kleurtjes daar gewoon opleggen. Hè. Voilà. De Bart die gaat straks komen met nog wat extra kruiden voor af te werken. Voor het volgende gerecht, voor die gemarineerde courgettes, gaan we nog snel een beetje pijnboompjes grillen. We gaan die in een pannetje gewoon een beetje kleuren. Die courgettekjes die zijn nu bij ons nog lichtjes lauw. Dat is heel aangenaam. Maar je kunt dat ook gerust van de dag voordien klaarmaken, koud serveren. En eventueel als je zegt van ja, ik heb het liever lauw, dan warmen ze gewoon terug een beetje op. Hè. Nu en dan een keer de pijnboompjes oproeren. Een beetje grof zout. Dat mag stevig gekruid zijn om een schone smaak in die courgetten te steken. Het is altijd leuk als we die verschillende vormen en die verschillende kleuren een beetje laten uitkomen. Die pijnboompjes zijn gebrand. We gaan er daar een paar overlepelen. Dan gaan we daar speels een paar blokjes feta tussen leggen. Ik vind het toch leuk als die courgettes nog een heel klein beetje lauw zijn. Dan neemt die feta kaas klein beetje die smaak, die temperatuur daarvan op. Zoals je kunt zien kun je veel groenten zowel rauw gebruiken, heel kort gemarineerd, gekookt, gebakken. Dus eigenlijk met groenten kun je echt heel veel in. En we gaan dat dus weer afwerken in een aantal rauwe schijfjes. Vooral voor het kleurniveau en voor het mondgevoel. Voordat ik het vergeet, een klein beetje van die vinaigrette. Overdwarren. We gaan dan die balletjes bakken en we gaan die lakken. We hebben een marinade gemaakt, eigenlijk een lakkage. En die lakkage is eigenlijk gemaakt op basis van half sojasaus en half mirin. Mirin is een Japanse rijstwijn dat we gaan inkoken tot ongeveer de helft. En dan hebben we daar een klein beetje tomatenketchup en sambalulek aan toegevoegd. Dus ik heb dat al ingekookt. En we gaan dan die balletjes eerst bakken. En dan nadien gaan we die afvlakken met die lakkage. Belangrijk is dat die balletjes mooi beginnen blinken en dat die lak er heel mooi rond hangt. Een klein beetje grof zout over doen, heerlijk. En nog een klein beetje gewoon komijn. Een grove komijn van deze keer. Voilà, we laten dat aan de kant staan. Bart, heb alles gevonden? Ja, dat. En natuurlijk geen gelakte balletjes zonder piekiehuidjes. Dus we gaan die piekiehuidjes van onder in het bord doen. En dan gaan we die balletjes... We gaan daar een torentje van maken, hè. We gaan die er schoon op leggen. Piekiehuidjes zijn eigenlijk gewone uitjes die krokant gefruit zijn. Of eigenlijk gefriteerd, hè. Dus in olijfolie, wat dat een heel crispy resultaat zal geven. En nog eentje van boven erop, het is het open dat blijft liggen. Ja, dat is nog verder uit. Ja. Wat heb je allemaal mee, Bart? Quinoa, ja. Wat bloemetjes, wat bladjes, Oost-Indische kers, de hele jonge courgetten. Ja, saf. We gaan beginnen met die quinoa. Hè. Misschien kunnen die bloemetjes knippen. Ho, ja, oké. Okay. Dat de blaren, de buitenste blaren, gaan we niet gebruiken. Ja. Dus de Bart heeft hier van alles mee. Verse quinoa. We gaan dat door de boter halen. Ik ga dat heel klein beetje poffen. Dat zit daar wel een beetje vocht bij. En we gaan dat ook kruiden. Een beetje grof zout. Bart gaat ondertussen een beetje van die hertsmunt plukken en daarover strooien. Maar dat is straf in die hertsmunt. We gaan dat dan ook Oost-Indische kersbloem of 3 insteken. De Bart is die aan het plukken. En dan heb je ook basilicum mee, Bart? Ja, basilicum. Ja, ik heb hem. Een paar takjes fijnbladige basilicum. Het is eigenlijk vooral de aroma's dat we willen hebben. Je kunt dat ook met een beetje munt doen, een beetje koriander. Afhankelijk van de kruiden dat je graag lust zelf. Voilà. En dat is al klaar voor de lunch, hè, Bart? Ziet er goed uit. Juist de courgetten afwerken. Heb je nog iets voorzien, Bart? Ik heb hier zo hele kleintjes hier zo. Oh ja, ja, we gaan dat ook door de boter halen. Dat dat juist een klein beetje garing krijgt. En die courgetjes, die gaan die boter een beetje absorberen en dat gaat heel lekker. misschien beginnen met de grote mannelijke bloem. Dan er gewoon gelaten in smelten. Dat mag nog krokant zijn, hè. Een beetje kruiding terug. We gaan die erop leggen, hè. En dan op het einde gaan we die mini courgettes er ook nog doorhalen door de boter. Ook een klein beetje kruiding geven. We gaan dat ook niet te veel geven, dat dat nog lekker krokant blijft. En we gaan die er speels tussen steken. Zoals schattig, die kleine courgettes. Ja, dat is de max, hè. We gaan misschien nog een klein lepeltje vinaigrette op het einde doen. Ja. Voilà. En ik denk dat we kunnen starten voor vandaag, Bart. Maar het ziet er goed uit, hè. Echt waar. Het zijn precies balletjes voor grote mensen, hè. Allee, Bart. Santé. Santé, hè. Ik ga beginnen met de balletjes. Balletjes. Pak je nog minder in? Ja, ja. Moet dat wel zijn, maar nooit. Wij kunnen wel graag proberen. Maar dit proef ik. Al die smaak, zout. En het proeft echt duidelijk wortel, hoor. Ja, absoluut. En een beetje dat zilte van die... Die olijfjes erin. Ja. Je bent op zomer, hè? Ja. Als je dat ziet, dan weet je dat de zomer bezig is. Ja.